269ste wedstrijd voor Lasse Schöne dus. Even naakt daarmee Søren Lerby. Het is wel een personality op het veld geworden. En hij weet wat er op het veld gebeurt. Je spreekt zo goed Nederlands. Je merkt het verschil niet eens. De tunnel is open. De beker staat klaar. Wie zien we terug in ditzelfde stadion om te strijden voor die beker in de finale? Hij is een ambassadeur voor de buitenlanders dat bij Ajax gespeeld hebben. Altijd een sportieve speler. Hij duwt dus in zijn eentje bovenaan. Nadat hij Lerby al had geëvenaard als buitenlander met de meeste wedstrijden voor Ajax. Ja, ik denk dat iedereen hem zeer waardeert. Die altijd de rust uitstraalt. En waar hij zeker goed in is op het moment dat het ook moet, dan staat hij er. Schöne! Hij maakt zich niet druk om de buitenwereld. En ja, dat heeft hij ook op het veld, maar ook buiten het veld. Maar hij gaat er wel in. En zo komt Ajax op voorsprong door de Ligt. En de Ligt kopt Ajax op 0-1. Komt er een schietkans voor een van de Ajaxiden? Ja, voor Talia Vico en het is 0-2. Weer uit de standaard situatie. Slaat Ajax toe. En dan is de ruimte er voor Van de Beek en is het wel een prachtige treffer van Ajax. Schitterend uitgespeelde 0-3. I really have the feeling that he really likes the club here and that he just really enjoys coming in every day. Hij had meerdere mogelijkheden om transfers te maken, maar als het hem goed bevalt, dan is het ook een jongen die zich thuis voelt en blijft. En dat uiteindelijk Ajax hem transfervrij genomen heeft, waarschijnlijk van ja, hij kost niks en dan hebben we hem erbij. En dat het dan nu de jongen gaat worden, de buitenlandse speler die ooit de meeste wedstrijden voor Ajax gespeeld heeft. Dat is echt ongelooflijk, want normaliter tegenwoordig speelt een redelijk goede voetballer 3 jaar bij een club en dan wordt hij verkocht. De selecties veranderen snel en dan is het zeker ja, heel eervol en een grote waardering en erkenning als je dit bereikt. Volgend seizoen is hij er ook nog steeds, dus het is voorlopig niet ten einde het verhaal Schöne, denk ik. Het is natuurlijk bijzonder omdat je niet meer zo lang blijft bij een club. Dus ja, dat is heel knap voor Lasse dat hij al die jaren gebleven is en Ajax trouw. Of course, he's a big character. You know, of course, he has been here for a long time now and knows everything. And like people are listening if he says something. But at the same time, he's also like really, yeah, you know, easy. And I think that combination is very special. Hij is eigenlijk altijd een voorbeeld. Zonder dat hij lief of aardig is, hè, want ik kan ook wel uitdelen, is het altijd een gentleman. En dat vind ik wel een hele grote kwaliteit. Die met iedereen in de groep goed kon opschieten. Die eigenlijk met iedereen binnen de hele club een goede verhouding had. Op een topprof, heel goed in de kleedkamer. En, ja, een speler die je heel graag in de selectie wilt hebben. Ja, ik denk dat iedereen hem zeer waardeert. En iedereen hem ook zeer erkent. Op het sociale. En daar speelt hij een belangrijke bindende rol in. We gaan wel eens wat eten. Ik denk voorheen hadden we een groep die dat heel vaak deed. Heel veel jongens wonen in Amsterdam. We gaan ook vaak buitenlandse wedstrijden. Ja, dan is hij en ik, zijn we allebei altijd wel in voor een drankje. En ja, dan leer je elkaar ook echt beter kennen. En dat zijn de leuke momenten van het voetbal ook. Dat je naast vriendschappen, of naast op het veld, dat je buiten het veld ook vriendschappen opbouwt. Ja, en verder heeft hij natuurlijk een specialisme en dat is de vrije trap. Die vrije trap van hem is gewoon uniek. Dat maakt hem net iets bijzonderder dan een gewone, hardwerkende, technisch begaafde middenvelder. Want dat is een extra wapen. En zeker in het hedendaagse voetbal, spelers kunnen enorm gedijen bij een extra wapen. Ja, absoluut een klassenbak. Schöne, schitterende treffer. Schöne is uiteraard degene die deze vrije trap gaat nemen. De bal gaat erin, ja! Die gaat erin! En dat is 2. Mooie vrije trap van Schöne. Schöne. In één keer is hij eruit, Schöne probeert het ineens en die zit er meteen in! Lasse Schöne nu de andere hoek. Dat helpt als je een specialist in de ploeg hebt. Schöne, heel fraai. Schöne, prima. Hop. Hij heeft een reputatie. Hij heeft de kunde. Hij heeft de klasse. En hij heeft de goal ook. Lasse Schöne. We zijn hier in Lijntje, Bert. Plaatsje Bert, dicht bij Heerenveen. Het is een hele langgestrekte streek. Dit is ongeveer 5 kilometer denk ik, vanaf Heerenveen. Dat is één lange streek met een paar cafés. En, ja, vroeger had je hier nog een slagerij en een bakker en alles weg. De familie Hilkema, hè? En die hebben ongelooflijk veel jonge spelers opgevangen. En dat waren altijd een vader en een moeder voor de jongens. Daar hoorden we alleen maar hele positieve dingen over. We hebben altijd proberen aan de jongens een warm plekje te geven. Hè? Dat ze op hun gemak zijn. We hadden ook niet veel regels, dit met zo en dat met zo. Nee, ze moeten naar hun zin hebben. Zo. En dat hebben de jongens gewaardeerd. Dat vinden we ook mooi. Hij speelde bij Lyngby. Een klein clubje, een mooie club. Een club waar veel spelers worden opgeleid, al heel jong vaak een kans krijgen in hun eerste. En toen was hij op een toernooi ergens in Denemarken. En daar was onze tipgever, Bo Nielsen uit Denemarken en Bert Vijver waren daar. En die hebben hem getipt, toen is hij naar Friesland gekomen. En toen heeft hij een aantal oefenwedstrijden gespeeld en toen is hij binnengekomen, scouting en training. Trainers hebben hem toen gezien en nou, die vonden hem goed genoeg om bij Heerenveen te komen. Hij was een zeer rustige jongen toen hij hier kwam. Ja. Hele rustige jongen, geen probleem, heel normaal. Nee. En het past precies bij ons. Ja. Dat hij heel lang haar had, dat was wat met de eerste opviel altijd bij hem. En je weet, wij hadden een spelregel bij ons, dat het haar hangt niet over de reclameborden op je rug. En Lasse was altijd op de grens. En Lasse zijn haar, dat werd geknipt door zijn moeder, een hele aardige moeder trouwens. En dan was ik op de training en dan riep ik aan Lasse, komt je moeder bijna? Ja. Hij ging ook niet naar de andere kapper. Als zijn moeder thuis kwam of hier kwam, dan moest er geknipt worden. Niet eerder. Ja. Lasse is gewoon een hele prettige persoonlijkheid. Dat was misschien in het begin van zijn carrière ook wel een bepaalde handicap. Hij was niet echt brutaal, dus daarin, hij klaagde nooit. Maar goed, ja, op voetbalvlak kon we ook nog wel het een en ander op hem aan te merken hebben in Heerenveen. En natuurlijk een enorme concurrentie in die tijd. Het was eerst ook niet te stappen. En dat was een zaterdagavond, zaten heel gezellig, kaarten. En dan vrouwen gingen naar bed en soms tot 2 uur zaten we te praten en dat was super gezellig. Ja. Technische vaardigheid stond buiten discussie. Zijn snelheid, daar kon wel iets aan verbeteren. En het was ook niet een beest op het veld, om het zo maar te zeggen. Het was een hele nette, fatsoenlijke voetballer. In de beginnen kon iedereen zien dat hij een goede voetballer was. Maar hij heeft nog niet kunnen overtuigen om het eerste te bereiken. Nee, ik denk dat dat gewoon een cultureel iets is geweest. Hij had haar, echt heel lang haar. En dat zagen ze niet zitten. Tenminste, volgens mij was dat de reden. Nee, dat is absoluut onwaar. Lasse leefde wel altijd op de grens. Maar dat is nooit een probleem geweest. En zijn moeder kwam altijd op tijd, dus dat was het probleem ook niet. Ja, een aantal dingen lagen er aan de grondslag. Hij was natuurlijk fysiek nog niet 100%, hij was ook hartstikke jong. En hij was daarin ook nog wel wat gemakkelijk, maar ook in alle opzichten gemakkelijk. Dus zijn persoonlijkheid had dat ook een beetje in de hand. En met die concurrentie van niet goede spelers op het middenveld, Daniel Jensen bijvoorbeeld, Mika Farine bijvoorbeeld, zo kunnen we nog een x-aantal noemen, was het hartstikke moeilijk. Jeffrey Talan. Dus dat was hartstikke lastig om je ook in het eerste te spelen. Nou ja, zo doen we. Schöne wel tegen zijn oude club, 2-1! Perfect uitgevoerde counter door de Graafschap. En Lasse Schöne laat zien aan het publiek van Heerenveen wat hij kan. Ik ging naar de Graafschap uiteindelijk. Ik wist dat Lasse het moeilijk had bij Heerenveen. Nou, en Heerenveen wilde hem ook laten gaan. En zodoende hebben we hem naar de Graafschap gehaald. Omdat wij op het voetbalvlak, heel enorm veel in hem zag, Heerenveen ook. Alleen hij kon zich daar wat moeilijker ontwikkelen. En zo is hij naar de Graafschap gegaan en daar heeft hij eigenlijk wel een grote omslag gemaakt nog. Ook op het fysieke vlak. En vervolgens transfers verdienen naar andere clubs. naar de 4 voor het doel. Krijgt hij de bal er. Ja, en dan is daar de kans aan het doelpunt. Schöne. Lasse Schöne zet NEC op voorsprong. Schöne, geen buitenspel. Lasse Schöne. 63e minuut en daar is doelpunt nummer 6 voor NEC. Rommedaal ook. Nu dan toch die verrassing. Tim Jansen, Schöne, jawel. Het gebeurt dan toch in de slotfase. You don't have to ask. I goddamn have it. Stone Cold Classic. Domineert en een pracht van een treffer. Schot van Schöne. En daar is de heen. Nog steeds Schöne. Nou, doe het dan maar. Ja hoor. Klasse Schöne. Schöne. Serrero. Schöne. Ja. Eindelijk is hij dan daar. De bal gaat erin. Ja. Die gaat erin. Hij moet weer voor de verlossing zorgen. Schöne. Schitterende treffer. Schöne. Oh. Het is ver. Maar dit is een waanzinnige goal van Lasse Schöne. En dan probeert het ineens. En die zit er meteen in. Schöne 2-0. Schöne goed weggedraaid. Schöne kiezelhard. Lasse Schöne nu de andere hoek. Stone Cold Classic. Nou, Frank die vond dat we voor het volgende seizoen. Je spreekt nu over 7 jaar geleden. We zitten in maart ongeveer van 2012. Dat we voor het volgende seizoen versterking in de breedte nodig hadden. Daarom hebben we Lasse Schöne uitgebreid bekeken bij NEC. Die speelde daar erg goed dat seizoen. Was ook topscorer van NEC. Hij was toen een echte nummer 10. Dus een echt aanvallende middenvelder. Hij was transfervrij. Volledig transfervrij. Nou, dus hebben we hem uitgebreid bekeken met de scouting. En ja, mijn conclusie namens de scouting voor Frank was dat we hem beter niet konden halen. Omdat ik vond hem eigenlijk te goed voor de breedte. Want we zochten eigenlijk iemand voor de breedte aankoop. Want Davy Klaassen kwam eraan. Maar je hebt gewoon een hele goede selectie nodig. En wij wisten met Lasse Schöne dat wij een hele goede speler erbij zouden hebben. En Davy nog natuurlijk heel jong was op dat moment. En zeker niet alle wedstrijden kon spelen. Dus heel rustig kon brengen. Dus ik denk dat het een fantastische ontwikkeling is geweest. Juist voor Davy. Dat hij ook veel kon leren van Lasse Schöne. Nou, ik vind het geen succes van de scouting. Het is meer de visie geweest van de technische staf. Dat hij gekomen is, denk ik. Van Frank de Boer en... Hennie Spijkerman, Dennis Bergkamp zaten er toen bij. Die mogen zichzelf wat dat betreft ook op de borst kloppen, want dat is heel goed gezien. En misschien wel beter dan ze verwacht hadden. Ook qua karakter kijk je natuurlijk ook naar een persoon, had ervaring al. Dus ja, eigenlijk een complete speler die rechtsbuiten bij mij vaak heeft gespeeld. Ook op het middenveld, op de teampositie en nu later ook natuurlijk op de... controlerende middenveldpositie, dus ja, multifunctioneel, dus daarom hebben wij hem naar Ajax gebracht. Ik ben nog steeds heel blij dat wij hem naar Ajax hebben gebracht. Het is dan toch wat je voor doet, hè? Maar voetballen bij een club als Ajax, maar ja, dat gaat een mooi jaar worden. Ik denk dat we een nieuwe speler hebben. Heel goed. Welke speler ben je dan? Nou, wie weet het, wie weet het? Schöne. En waar speelt Schöne? NEC. Nu niet meer dus, volgend seizoen. Bij Ajax, hij speelt bij Ajax. Volgend seizoen, hè? Volgend seizoen. Ja. Ik denk dat het een persoonlijkheid was die gelijk goed in de groep lag. Het hielp ook wel dat er meerdere Deense jongens waren. En ik denk dat hij heel snel zijn plekje had gevonden in het elftal. En volgens mij ook vanaf het eerste seizoen al gelijk belangrijk werd voor ons. Eriksen, goed gecombineerd en een pracht van hem treffen. En die komt van de voet van Lasse Schöne. Bij Heerenveen en bij NEC begon hij een beetje te draaien. Altijd natuurlijk een goede vrije schop, een goede trap. En toen kwam hij naar Ajax. Ik denk, nou, ja. Kijken hoe hij dat gaat doen, maar hij is absoluut gegroeid en hij heeft zijn stempel op Ajax kunnen drukken de laatste jaren. Dat is een grote klasse. Ook Schöne vrij, ook Schöne vrij, ook Schöne vrij. Nu is hij weer bij het een en ander betrokken. Ja, ik kan hem vooral herinneren in de tijd toen we twee keer kampioen werden, was hij vooral aanvallender, rechtsbuiten, meer rechter middenvelder. En daar was hij super belangrijk voor ons. Hij kwam als extra middenvelder. Heel veel tegenstanders wisten niet hoe ze met Lasse om moesten gaan. Een back die er overheen ging. Ik denk dat hij daar fantastisch was. Nu heeft hij een andere rol opgepakt. Schot van Schöne en daar is de 1-1. De laatste jaren is hij afgezakt op het middenveld en is hij meer vanuit de controlefunctie gaan spelen of de eerste opbouwfunctie. Dat was dan zijn taakveld. En daar heeft hij een hele mooie ontwikkeling gemaakt, zoals gezegd. En zeker ook in het verdedigende aspect. Daar heeft hij denk ik grote stappen voorwaarts gemaakt. En ik hoorde hem zelfs in het afgelopen jaar zeggen, ik vind verdedigen zelfs nu leuk te vinden. Ja, in deze tijd is het natuurlijk fantastisch om een jongen te hebben dat altijd aan het team denkt. En ook als hij er niet speelt. Hij kan ook een keer ernaast zitten. Of hij heeft niet een mega grote ego, zoals ik hem zie. Ik ken hem verder niet zo dat ik... Maar zoals ik hem zie op het veld, of hij gunt anderen die successen. Mag ik hem nemen? Ja, je mag hem nemen. En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij. Hij vroeg al, mag ik hem nemen? Voor een trainer van een club is dat natuurlijk een heerlijke speler om daarbij te hebben. Hij is op verschillende posities inzetbaar. Hij maakt altijd wel zijn goaltje. Before I came here, I didn't know that he was that good. So I don't know if it's just me or the general picture, but I have the feeling that it's the general picture that we don't know enough about Lasse Schöne in Denmark. Yeah, he has been a part of the national team for a really long time. So the last couple of years, he has got some more minutes. So I think they start to realize that he's a good player, but I don't think they exactly know what his qualities are. Het hoofd denkt sneller dan de bal eigenlijk. En daarom zeg maar, hoef je niet altijd 3 meter breed te zijn en 3 meter hoog om op topvoetbal te kunnen spelen. Nee, je hoeft maar te kijken naar Messi of wie dan ook. Ja, het zijn vaak zeg maar, de spelers die net iets sneller denken, die het verschil maken. Schöne is een speler die snel denkt. Dan wil ik hem niet vergelijken met Messi, helemaal niet. Maar het is wel een speler op dat niveau, zeg maar, dat hij met zijn slimmigheid verschil kan maken. Ik heb hem als rechtsbuiten, als verdedigende middenvelder. Ik heb hem zelfs een keer rechtsback neergezet, volgens mij tegen Twente. Dat was hij heel een beetje verslag. Maar hij heeft misschien ook nog wel als valse spits gespeeld. Hij heeft op heel veel posities gespeeld. Aanvallende middenvelder natuurlijk. Maar dat was lastig, omdat hij natuurlijk multifunctioneel is, een hele slimme speler. Dan kan je die jongen soms misbruiken, dan kan je het ook noemen. Maar ik was heel blij dat ik hem in mijn selectie had. En hij is ook goed voor de groep. Als er iets gezegd moet worden, dan deinst hij daar niet voor terug. En dan zegt hij waar het op staat. En soms in moeilijke fases heb je wel zo iemand nodig. En dan hebben we nog Speler van het Jaar. Door jullie uitgekozen. Mag ik een fantastisch applaus voor Lasse Schöne. Lasse, jij kwam net ook als Christian 2 jaar geleden hier naartoe. Iedereen dacht, het is een koopje, het is een aardige speler, maar past hij wel hier? Nou, ik denk dat je hebt bewezen dat je hier wel degelijk past. Ik wil je hartstikke bedanken voor een fantastisch seizoen. Niet alleen jij, maar natuurlijk ook de spelers. Maar jij hebt hem echt dik en dik verdiend. Ik hoop dat hij een mooi plekje krijgt. En hopelijk ga je hem nog een keer verdienen. Voor mij mag het. Dankjewel. Ik zag Lasse als een team, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik zeg, ik ga jou niet als rechtsbuiten gebruiken, tenzij we dat af en toe eens nodig hebben. Maar hoofdzakelijk op de teampositie, daar zou hij voor zijn kans moeten gaan. Toen moesten we voor de beker tegen Willem II, waarbij we in die Engelse weken zaten, zoals we dat noemen, het dubbele programma. Dat je toch een heleboel jongens ook rust wilde geven, maar het je ook de mogelijkheid te geven om wat dingen uit te proberen. Zo hebben we een aantal spelers op andere posities neergezet. En eigenlijk die zespositie hadden we daarbij nog niet ingedeeld. En toen Lasse zei zelf op een gegeven moment tegen mij, maar daar heb ik onder Frank de Boer ook wel eens gestaan. Nou, we hebben dat in die wedstrijd tegen Willem II gedaan. Na 5 minuten, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren, op de bank. Daar waar ik in alle voorgaande wedstrijden heel druk langs de kant nog aan het coachen was. En heb ik deze wedstrijd eigenlijk na 5 minuten al rustig op de bank gezeten. Omdat je zag dat het goed stond. En dat had vooral ook met de positie van Lasse Schöne te maken. Ajax vierde van de avond. Jazeker, binnengeschoten door Lasse Schöne. Vanavond de aanvoerder van Ajax. Daarna is hij bij mij onomstreden geweest. En heeft hij daar eigenlijk altijd gespeeld. En ik weet, dat zal je natuurlijk altijd wel blijven houden, dat dat nu ook een beetje de kop op begint te steken. Dan gaan mensen naar zijn leeftijd kijken. Maar zolang hij fit is en brengt wat hij moet brengen, nou vind ik leeftijd grote onzin. Ja, ik vind hem nu toch echt wel een specialist geworden. En in deze positie, ja, daar heb je strategen nodig. En dat is die. En dus ik zie niet zo snel een andere positie. Natuurlijk, hè, hij zou nog eens een keer in een positie offensiever kunnen spelen. Dat zie ik wel. Maar zijn sterkste positie, of zijn beste positie op dit moment, is gewoon de positie waar hij nu speelt. Haller verdedigt dus mee. Schöne. Oh, wow, wow, wow. Wat een manier om die gemiste strafschop goed te maken. Schöne, schitterende treffer. Schöne probeert het ineens en die zit er meteen in. Lasse Schöne in de eerste minuut. Ik gun hem van harte dat hij deze record krijgt. Hij is een ambassadeur voor de buitenlanders dat bij Ajax gespeeld hebben. Altijd een sportieve speler, ook toen het minder ging. Ik heb hem een keer gesproken in een spelerzomer, toen speelde hij al maanden niet. En hij zegt, ik blijf hier, ik heb naar mijn zin en mijn kans komt wel. Dus hij heeft geduld gehad, hij heeft geloof in zichzelf gehad. En het is natuurlijk bijzonder omdat je niet meer zo lang blijft bij een club. Dus ja, dat is heel knap voor Lasse dat hij al die jaren gebleven is en Ajax trouw. En wat vind je van dat dan uitgerekend een landgenoot en dan ook nog iemand uit dezelfde geboortegrond? Ja, zeg maar, dat is helemaal top natuurlijk. Ja, dat is leuk. Ja, ja geinig. Dus je hebt daar absoluut vrede mee? Ja. Zeg maar dat je niet meer in de, dat je van... Ik heb ook gezien, hij heeft niet zoveel toepunten gemaakt als ik. Aha. Ja, dat vond ik toch belangrijk.